Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug in Content Veen. We staan hier bij de boselfjes en ik heb een afspraak met de twee boselfen van de DBE. Jullie hebben mij hierheen laten komen. Ik ben gewoon helemaal hier naartoe gekomen omdat jullie zeiden dat er nieuws is over de aanhouding van de koning en de kurkpiraat. Ja, dat klopt. En zeker. Jullie hebben nieuws voor mij. Ja, we zouden je graag even meenemen naar beneden om weer... Okay. Prima, ja, let's go, zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd. Hoe is het met ze? Hoe is het met Rick? Ja, Rick praat niet zoveel. Hij is gewoon een beetje vooral in zichzelf bezig. Ja, hij vindt het volgens mij niet zo leuk dat hij is aangehouden. Maar ja, had hij maar geen pistool mee moeten nemen. Een beetje gevolg, waar gaan we trouwens heen? Want waar gaan we heen? Dit is helemaal een andere ingang dan we het eerst hebben gedaan. Dit is een andere route. Oh. Die andere route wordt momenteel verbouwd, dus we moeten even via hier. Oké, prima. Tijdelijk, ben je bang voor water? Ik hoop het niet. Nee, ik ben niet bang voor water, gelukkig. Waar gaan we heen dan? Achter, Joris. Oh, een geheime ingang! Oh, dat vind ik cool. Dat vind ik heel cool. Ga wel een beetje doorlopen. Oké, ik loop even door ruimte 2. Oké, weet ik wat voor ruimte dit is. Oh mijn god, dit is groot. Wat? Jullie hebben hier mappen van alles in het continent. Van elke plek. Oh mijn god, en we gaan een hele tunnel hierdoor. Dit is echt niet normaal groot dat jullie hier allemaal hebben gecreëerd. Dit is echt niet normaal groot allemaal. En dit ook hier, een of andere ruimte hier. Hey. Oh, dit ken ik. Hier waren we vorige keer ook, deze ruimte. Deze ruimte herken ik. Ja, mag even hier meekomen. Ja, ik loop mee. Dan gaan we hierheen. Oh, we zijn er al. We zijn al gewoon helemaal hier. Oké. Zeker. Moet ik mijn spullen weer inleveren? Ja. Dat kan ik. Oké, ik loop gelijk door, komt ie. Mag ik mijn eten bij me houden, alsjeblieft? Eten moet alleen. Wat voor eten heb je? Ik heb er nog appels voor je. Ja, weet je, prima. Dan krijg je een steak. Mijn hoed die was goed, toch? Je hoed die mag je ophouden, ja. Oh, mag ik ophouden. Jullie hebben echt een zombie-probleem, dat merkte ik vorige keer. Ja, isolatie is nog niet optimaal hier. De isolatie is nog niet optimaal. Maar we hadden ook nog niet verwacht dat we dit allemaal zo snel hoeven te gebruiken, alleen ja. Nee, dat snap ik, maar sommige dingen zijn noodzakelijk. Er gebeurt van alles. Goed. Jongens, hey, ze zitten er ook gewoon nog. Ja, ze zitten gewoon... Ze zitten nog op de plek waar ik ze achter heb gelaten. Rick die is volgens mij aan het pitten. Rick die valt altijd in slaap. Je zit inderdaad wat je zegt. Wat ik zei, hij is gewoon een beetje zichzelf. Hij is een beetje zielig geworden. Hij is een beetje zielig. Ik kom zo meteen bij hem. Koning! Hey, huh? Koning! Hallo, hoe is het? Dat is lang geleden. Ja, valt wel mee. Volgens mij was het gisteren. Maar hoe is het? Het is echt 3 jaar. Het is echt niet te doen hier. Hoe is het met je hier? Zorgen ze goed voor je? Ja, ze zorgen wel goed voor me, maar ik heb die kurkpiraat heb ik daar net aan de overkant staan. Hij zit de hele tijd bij wakker te houden. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Dat is ook vervelend natuurlijk gewoon. Ja, ik kan daar echt niet tegen. Ik moest hier op bezoek komen, want ze hadden blijkbaar iets belangrijks voor mij. Dus misschien is het positief voor jou, ik weet het niet. Oh, kom er zo meteen ik denk ik achter. Maar ik ga eerst even met Rick praten. Ga ik even met hun praten en dan kom ik terug bij, oké? Ja, ja. Top, top. Nou, Rick, dan gaan we... Rick? Hallo? Waar is Rick? Hij staat hier nog! Rick is weg. Rick is weg? Oh jee. Waar is Rick? Waar is hij? Waar is Rick? Doe de deur, doe open. Moment. Oh god, oh Rick. Oh nee, Rick is weg. Wacht, ik ga er zelf in kijken. Jij was net nog hier! Waarom Rick, waar ben je? Niet. Ik hoor hem. Ik hoorde Rick. Rick? Oh mijn god, een geheime ruimte. Rick? Rick, wat doe je? Hé, wat doe jij hier? Wat doe je hier? Max, ga weg! Je bent een geheime ruimte aan het uitholen. Ja, ik moet weg hier! Max, ik trek het niet. Ik moet weg. Heb je dit met een houten schep gedaan? Ik heb niks anders. Oh mijn god. Wacht. Hier, neem een appeltje. Lekker. Ik ga niks tegen ze zeggen, oké? Ik ga niks tegen ze zeggen. Je hoeft niet op de grond te stoppen. Sorry. Ik ga maar opeten. Oké, ik ga terug en ik doe alsof je gewoon weg bent, oké? Je bent hier niet, oké? Prima. Oké, ja, ik ga snel door. Oké, komt goed. Ga jij door. Oké, ik ga doen alsof ze dit niet... Waar kom jij vandaan? Nee. Ik heb hem gevonden! Hij zit... Oh jee, sorry, Rick. Het spijt me echt enorm. Oh, wat doe jij hier? Wat? Ik doe dat niet. Kom even mee. Nee. Dit was niet de bedoeling. Zo werkt het niet. Rick, het spijt me. Het spijt me. Geen ongeluk. Ja, Max die kwam hier dus net. En die ging dus met zijn pickaxe ging hier alles hakken en zo. Ik heb geen pickaxe. Hij heeft spullen afgegeven, dus ik ook mij niet. Klopt dat niet. Wacht even voor twee tellen. ik heb ook niks. Weet je... Joris, kom... Ja, Waarom ben ik hier gekomen? Waarom ben ik weer in deze chaos beland? Wat is er aan de hand? Nou ja, we hadden besloten dat je... we hebben hier 2 cellen, maar eigenlijk willen we 1 van die cellen nog wel vrijhouden. Voor een beetje spoedgevalletjes. Oh.
Oké. Okay. Dus we wilden voorstellen dat je een van de twee heren met, door middel van een borg kan vrijkopen. En we zaten te denken aan een... Voor altijd of tijdelijk? Tijdelijke vrijkoping voor nu. Oké, okay, tijdelijk kan ik eentje meenemen. Ik weet niet wat Rick die is voor het mij onderzoek is nog, het onderzoek is nog steeds bezig. Ja, dat snap ik. Maar een van de twee die... Welke mag ik meenemen van de twee? Ja, dat is aan jou om te kiezen. Oh nee, ik moet kiezen. Wat kost het? Of vertel dat na afloop maar. Ja, dat, daar hebben we nog laat me eerst maar kijken, want dan wil ik eerst, als ik mijn keuze heb gemaakt, kan ik daarna kijken of ze het ook echt daadwerkelijk waard zijn, weet je? Ja, precies. Zou je eens even willen spreken? Ja, graag, graag. Dat kan. Mag ik eerst de koning spreken? Ja, dat lijkt me goed. Oké, okay, prima. Ja. Koning, ga je even meelopen? Zou je even mee komen lopen? Het is goed, toch? Ja, nee, ja, zeker. Het is positief, koning. Ben ik vrij? Ik ben vrij! Nee. Ik ben vrij! Rustig. Nee, Rick, ik mag gewoon rustig meelopen. Ik kom zo meteen niet van jou, oké? Okay? Oh. Nee, haal me eruit. Max, haal me eruit. Eerst de koning even, oké? Okay? Max. Ja? Doe het niet. Je hebt me eerst al verraden. Nu doe je het weer. Ik kom zo terug, Rick. Oké. Okay. Dus ik ben nog niet vrij. Nog niet. Nee, je bent nog niet vrij. Goed, dan gaan we denk ik naar de verhoorruimte. Ja. Oké. Okay. Hier mogen jullie even gaan zitten. Mogen gesprekken voeren. Ga je maar op een kleine stoeltje. Of jij hebt een grote stoel? Ik ben de koning natuurlijk. Ga je zo doen? Ik ben letterlijk hier om je te helpen. Hey, koning. Ik mag blijkbaar één van de twee, ik mag jou of Rick, mag ik tijdelijk vrijkopen. Mag ik meenemen naar huis. Nou, dat lijkt mij een heel makkelijke keuze. Wie? Ja, ik natuurlijk. Hallo. die man heeft een pistool op mij getrokken. Ja, maar waarom zou ik jou meenemen? Wat is zeg maar het voordeel van jou over Rick? Waarom zou ik jou kiezen in plaats van Rick? Nou, ik heb heel veel geld. Ik heb jou al laten zien, ik heb jou al betaald. Ja, maar jij zei dat je niet zo heel veel... Ja, je hebt wel veel diamonds, had je volgens mij. Ja, ik heb jou heel veel geld laten zien. En ik kan heel goed bouwen. Dat heb je me al geleerd. Dus, ik moest het je leren. Althans, je hebt nu al meer gebouwd dan Rick. Ik heb meer ervaring. Je hebt meer gedaan dan Rick en bouwen, ja. Ja, en wie wil die kurkpiraat nou? Hij is niet eens een echte piraat. Hij heeft een kurkbeen, hij heeft geen houten been. Hij is bang voor water, inderdaad. Dat klopt. Dat is geen echte piraat. En ik ben wel een echte koning. Dus, ja, oké, okay, maar waar is je ridder? Ja, die is weg, die is gevlucht. En ik heb heel veel geld. Hoeveel diamonds zou jij mij bieden om jou hieruit te halen? Hoeveel biedt die piraat? Nee, die moet ik nog spreken. Waarom deden jullie mij eerst? Laatste is altijd beter. Ik koos hiervoor. Je bent de koning, je krijgt altijd voorrang. 30 diamanten. 30 diamonds bied je me. En dan ben ik vrij. En dan, nou, dat bied je mij en dan laat ik jou vrij. Ja. Oké, okay, wat heb je nog meer? Wat voeg jij toe aan Piratenland zodra ik jou, zeg maar, terug meeneem? Vrijheid. Vrijheid over... Ik was al vrij. Je mag over jezelf bepalen wat je wil doen. Dat mocht ik volgens mij al. Tenzij ik nog een huis gebouwd wil hebben. Dan moet ik dat toch doen, nog. Ja, maar dan zou ik misschien wel meehelpen. Als ik tijd heb. Oh mijn god. Oké, okay, heb je nog meer of was dat hem? Ik heb heel veel geld. Ja, dat heb je al 3 keer gezegd nu. Oh. 30 diamonds, dat is de afspraak. Ja, 30 diamonds. 30 diamonds, dat is de afspraak. Oké, 30 diamonds en ik heb vrijheid die ik al had. En tenzij je nog een huis wil, dan moet ik die even goed bouwen. Ja, ja. Nou, weet je, dan wil ik wel even leuk de kurk spreken. De kurkpiraat. Oké, okay. Mag ik blijven zitten? Op, koning? Ja hoor. Oké, ik blijf wel zitten. Nou. Tot zo, koning. Misschien haal ik je op. Ligt eraan wat de kurk aan het bieden, wat de kurk biedt. Ik bied altijd 1 diamond meer. Vergeet dat niet. Ja? Vergeet 1 diamond meer. 1 diamond. Oké. Okay. Nou jongens, we wachten heel even tot Kirk Piraat Rick hier naartoe wordt gebracht. Dan kunnen we hem namelijk ook even vragen waarom ik hem zou moeten vrijlaten. En dan wil ik ook wel horen wat het kost. Want ik weet dat ik borg moet betalen. Dus ik moet geld betalen zodat ik ze tijdelijk mee kan nemen. Maar ik weet niet wat ik moet... Diamonds? Misschien zijn het wel diamonds. Ik weet het niet. Ja, kom maar mee. Ja, ik kom... Hey, Rick. Ga zitten. Hey, word ik vrijgelaten? Jij bent geen grote stoel, Bart. Ga daar zitten. Sorry? Ja, staat beter bij je haar. Je ziet maar, ik heb geen... Nee. Hey, ik heb goed nieuws. Ja? Maar ook misschien niet voor jou. Misschien voor jou, maar misschien niet voor jou. Het ligt eraan. Het ligt dan helemaal aan dit gesprek. Hoezo? Ik mag 1 van de 2 mensen mag ik vrijlaten. Of de koning of jou. Ja. Maar dan moet ik borg betalen. Okay. Maar ik wil weten, waarom zou ik jou in plaats van de koning vrij moeten laten? Dit ben je serieus? Ja, serieus. Dus jij wil zeggen dat jij twijfelt tussen een koning die je nu... 4 dagen of zo kent. Versus mij. Ja, maar wat bied jij? Wat voeg jij toe aan Piratenland? Wat voeg ik toe? Heb je mijn prachtige scheepsverhalen gezien? Of wat ik allemaal heb meegemaakt? Je boeken zijn leuk. Ik kan nu geen boeken schrijven.
Nee, dat klopt, maar ik mis ze eigenlijk ook niet. Sorry? Ja, oké, okay, ze waren wel leuk. Waren wel hele leuke boeken. Het waren hele leuke boeken. Verder, ben ik heel grappig, dus ik breng humor mee. Oké. Okay. En dat is leuk voor jou. Ja. Verder ben ik je wel altijd trouw geweest. Want die poepkoning die zegt de hele tijd van ja, dit is... Ja, nee, dat gaan we niet doen en dan doet hij het wel. Dat klopt, inderdaad, dat klopt. En ik was heel dankbaar. Ik heb ze wel 16.000 keer dankjewel gezegd voor het fort. Ja, ik heb je ook ruimschots betaald daarvoor. Dat is niet waar. Ik weet niet wat het is, Rick. De koning heeft me voor alles betaald. Ja, bij jou moet ik alles gratis doen. Ja, maar nee, hoezo gratis? Dat is helemaal niet waar. Want je, jawel, je geeft het als cadeau. Ja, maar de koning betaalt me voor dingen. Oké, ik beloof je dat ik jou betaal voor het fort als die weer van mij is. Oké. Okay. En je krijgt een extreem duur cadeau van mij. Hoeveel? Wat hoeveel? Ja, ik dacht dat het misschien diamonds gingen zijn. Hoeveel diamonds krijg ik? Hoeveel diamonds? Ja. Ik moet borg betalen. Ik moet borg betalen om je vrij te laten. Hoe duur is de borg dan? Ja, dat hoor ik zo meteen pas wat de borg is. Ik weet niet eens wat de borg is. Maar wat biedt de koning je dan? Die biedt 1 diamond meer dan jij. Dan bied ik ten alle tijden. Dan bied ik er 2. Maar dan weet je dat ik even goed voor hem ga kiezen. Maar als ik het nu 3 bied, dan doet hij er 4. Ja. Dus als ik nu 1 miljoen bied... Dan biedt hij er 1 miljoen in 1. Dan doen we dat, want dan heb jij een hele goede deal. Maar... Ik lief van je. Lief van mij, hè? Dus kies voor mij! Nee, maar dan krijg ik die ene niet, die extra. Ja, maar gaat het jou alleen maar om geld? Je wilt toch gewoon vriendschap? Ja, dat klopt. En de koning die laat hem alleen maar taken doen. Ja. En jij... Ik help jou met allemaal... Maar taken doen. Dat is niet waar, dat is niet waar. Waar heb je me mee geholpen? Ik heb jouw dek geschropt van de smalle, smalle knabbel en de grote knabbel. Ja, dat klopt. Ja, en de middelgrote knabbel. Alle schepen maak je schoon. En, dat klopt inderdaad. Ik heb de paarden eten gegeven. En ik heb gevist. Ik heb eerlijk mijn piratentitel gewonnen van Piraat Justin. Van Piraat Justin heb je gewonnen inderdaad, dat klopt ook. En hij komt hier aanrijden op een stinkpaard en hij is in één keer het mannetje. Dat is niet de bedoeling. Oké, ik heb genoeg gehoord. Ik ga er even over nadenken. Ik ga even kijken wat de borg is en zo. En dan kom ik één van jullie twee ophalen. Zo, ja. Okay? Ja, want ik beschouw je echt als een goede vriend, Max, dat weet je. Dit zeg je alleen maar omdat je weer naar huis wilt. Nee. Dit zeg je alleen maar omdat je naar Max, huis wilt. Max, wij zijn beste vrienden. Onthoud dat. Nee, dat, ja, Max, dat zeg je Max, wij zijn nu. De beste vrienden. Dat heb ik altijd al gezegd. Oeh, het is gelijk op je stoel gericht. Oh. Moet ik hier wachten? Ik moet hier wachten, denk ik. Ik vind het moeilijk, jongens. Ik vind het moeilijk. Kijk, Rick, die... is Rick natuurlijk. Leuk. Maar de koning biedt geld. Dus dan moeten we even licht helemaal aan die borg een beetje. Of ik nou een gemeen ga zijn. Of dat ik nou aan Rick ga denken of zo, weet je. Het ligt er helemaal aan. Ja. Kunnen we ergens anders naartoe, of... Nou, we zouden het graag nog even willen hebben over de borg. Oh, ja. Wacht, dan ga ik weer hier zitten. Kijk, zo. Kunnen jullie daar zitten? Wisselen we weer om. Want, ja... Wat gaat het kosten om een van die twee vrij te laten? Ja, wat bied je? Wat bied ik? Ja, ik heb geen diamonds. Ik kan geen diamonds bieden. Ik heb bijna niks waardevols. Ik heb veel gebouwen, maar ik ga niks van mijn land natuurlijk bieden. Ik heb 14 appels. Ik weet niet of dat interessant is. Ja, niet echt. Ik heb er zelf ook nog, dus... Oh, pff. Nou, ik heb niet zoveel. Hebben jullie iets gezien in mijn basis wat jullie leuk vinden? Nou, er is wel iets wat ik heb gezien. Oeh, wat heb jij gezien? Ik heb een zwart ei gezien. Oeh, jullie willen de dragon egg, de drakenei. Ja. Oeh, dus je weet dat er maar 1 drakenei is in heel het continent, hè? Ja, dat weten wij heel goed. En dat het echt de trots is van Piratenland in het fort. Oeh, ja. Maar trouwens, hij staat in het fort, dat drakenei. Dus hij was van Rick, maar overgenomen door de koning. Het drakenei. Ja. Oké, prima. Ik vind prima om een drakenei te bieden. Maar dan wil ik wel heel even, voordat ik die op ga halen... Want dan moet ik terug natuurlijk naar Piratenland. Even in overleg met... Mag ik heel even nog naar die ruimte toe? Ja. Oh, dankjewel. Right. Goed, jongens. Ik mag 1 van jullie vrijlaten. Hey, alleen het gaat... Beste vriend. Hou op. Ja, goeie vriend. Goeie vriend. Jij ook. Hey. Ja, ophouden nou. Nu zit je weer aan het slijmen. Slijmbal. Wat is een gatver. Jij ook. Rick, hou op. Hey, wat een mooie hoed. Wie zou... Oh, vind je? Ja. Ja, dat is mijn piratenhoed. Die heb ik wat er vaker op. Wat een mooi ooglapje. Rick, niet zo slijmen. Nee, niet zo slijmen, piraat. Wat een mooi hoofd heb je. Oh, dankjewel. Geel is je. Ja, hij is mooi geel. Wie zou zeggen hier... We hebben een drakenei in Piraten. Ja, mijn drakenei inderdaad. Ja, ja, die staat in mijn fort, ja. Nee, die staat in mijn fort. In mijn fort die heb ik. Nee, ja, maar het ding is... Die is van mij. Van wie claimt hem nou echt, weet je? Ja, ik. Ja, hij is van mij. Ik heb hem er zelf neergezet. Hij hangt tegenover mijn tv, die ik heerlijk heb gekregen van de DBE.
Hij staat op mijn kastje. Dat is de... dat is mijn kast! Ja, maar weet je wat het is? Hij is ook wel een beetje van mij, toch? Ja, hij is van jou. Ja. Ja? Wat is dat voor... Als goede vriend, dan gun ik dat jou. Dat vind ik heel aardig, koning. Dankjewel dat je zegt dat hij van mij is. Weet je, dat top. Dat is slijmbal. Ik weet denk ik genoeg... ik kom weer terug. Ik ga hem ophalen. Ja, kom je hem ophalen? Oké, kunnen jullie me dan... Oh, dan moeten we zeker dezelfde route terug moeten we nemen, hè? Dan moeten we inderdaad wel even naar buiten. Ja, dan gaan we even... Oh, dan kan ik er even snel een beetje spieken om me heen, wat jullie allemaal aan het doen zijn hier. Hey, daar mocht ik niet in. Dat is een of andere onderwaterruimte hier links. Nee, dus dat... Wacht trouwens. Mijn spullen. Ik moet mijn spullen hebben. Ah, anders kan ik dat niet. Ja. Anders wordt de terugrit naar Piratenland wordt wel heel moeilijk. Goed, ik heb mijn spullen. Helemaal top. Dan kunnen we nu doorgaan. Waarom hebben jullie dit ogerhoofd van mij? Hoe komen jullie hieraan? Decoratie. Ja, laten we... Ja. Oh mijn god, decoratie. En ik vind dit echt cool, die ondergrondse tunnel hier. Die vind ik echt heel cool. Gewoon onder het water door hier. Jullie hebben echt nog veel meer. Dit is letterlijk nog steeds niet alles, toch? Dit is een grote ruimte. Hier hebben jullie de winkelvallei. Dit is mijn basis. Dat is Piratenland. Ik zag het wel. Jullie houden hier met camera's Piratenland in de gaten. Oh mijn god. En wat is dit hier? Hier kwamen we ook vandaan. Oh, hier had je deze ruimte weer. Hier is het omhoog. Is daar ruimte? Kan ik daarheen? Nee. Oh, nee. Oké. Okay. Je moet mijn trident gebruiken om omhoog te gaan. Ja. Ja, dat kan ik. Hoppakee. Oh, dat is serieus best wel cool. Oké, dan ga ik het drakenei ga ik ophalen en dan ben ik zo meteen terug. Okay, hebben jullie een bootje hier voor mij? Nou, ik gebruik mijn trident al. Ik ben snel met die trident. Nee, wacht hier wel even. Ja, ik ben zo terug. Goed, laten we dan weer met de trident heel snel heen en weer gaan. En dan even het drakenei ophalen. En dan ben ik echt in twee strijd wie ik tijdelijk vrij moet gaan laten, jongens. Goed, we zijn aangekomen in Piratenland. Hartstikke veilig weer. Als ik zonder mijn trident dit had moeten doen, had het echt lang geduurd. Had ik of moeten varen of door heel het continent moeten lopen. En dat is dan toch best wel een stukje lopen. Goed, even kijken. Het drakenei die staat daadwerkelijk in het fort. Die dus van half de koning is en half van Rick. Want hier staat hij, het ei. Dan heb ik even een torch of zo nodig. Iets waar die op kan vallen. Oh, ik zie daar een torch. Die gaan we pakken. Gewoon één simpele torch heb ik nodig. Je kan een drakenei kan je natuurlijk niet zomaar gewoon slopen. Want dan teleporteert hij naar een andere plek. Je moet er echt een torch onder plaatsen. Zo, hoppakee. En dan kan je hem slopen. Goed, dan plaatsen we de torch plaatsen wij hier op de grond zo. En dan laten we het drakenei naar beneden. En dan boom, hoppakee. Dan dropt hij. Helemaal top. Zo, dan plaatsen we die weer terug. En dan doen we de torch er even tijdelijk daar plaatsen. Oké, dan hebben wij het drakenei. En wie moet ik vrijlaten van de twee? Oh, het is echt een moeilijke keuze. Het ding is, ik gok zeg maar dat Julian langer vast gaat zitten. Dus de koning, die gaat langer vastzitten dan Rick zelf. Kijk, de koning wordt verdacht van moord en inbraak en weet ik wat allemaal. En Julian en Rick, die heeft gewoon alleen zijn pistool daar gedaan. En het plan in eerste instantie was om de koning op te laten pakken, zodat ik van de koning af ben. Dus ik denk dat het meest logische is als ik Rick vrijlaat. Want dan ben ik gewoon van de koning af. Dan is Rick weer vrij. Kunnen we Rick het fort teruggeven. Alleen dan is het wel tijdelijk met Rick natuurlijk. Ik weet niet waarom ik trouwens nu mijn boot pak. Ik kan net zo goed gewoon weer doorgaan met mijn trident. Dus ik denk dat ik Rick ga vrijlaten, jongens. Ik denk dat dat hem wordt. Goed, ik ben er weer en ik heb het drakenei meegenomen. Het enige drakenei in heel het continent van Content Veen. Dus dat is goed, toch? Dat ja, zeker. Gaan we weer naar beneden? Ja, loop maar weer even mee. Gaan we weer de spannende geheime kelder van jullie door. Ik wil echt heel veel meer zien. Oh, we gaan weer een nieuwe route doen. Of niet? Ja, loop maar even mee. Ja, dit is weer een nieuwe route. Oké, dan kan ik weer spieken. Dit is ook geheim weer. Hier heb je ook weer geheime ruimtes. Daar beneden ook. Hierheen? Ja, ik loop mee. Ik loop met jullie mee. Jullie hebben zoveel routes hier. Geheime deur, doorgang hier. Waar gaat dit heen? Zijn we nu hier ineens? Oké. Vergaderruimte. Trap omhoog. Waar gaat het allemaal heen? Dit is echt belachelijk groot, dit, wat jullie hier allemaal gebouwd hebben. Het slaat echt nergens op hoe groot het is. Waar zijn we nu? Ik ben ook echt letterlijk gedes... Oh, wow, we zijn ineens hier helemaal. We zijn bij... Oh, maar... Wauw, oké. Wil je meelopen of zullen we ze even ophalen? Haal ze allebei maar even op. Oké. Wacht even hier. Ja, ik ga hier zitten. Hey Kerkpiraat. Hey, gezellig. Ga zitten, jongens. Ik wil hier zitten. Ga jij daar zitten, ja, ik ga hier zitten. Hey, jullie zijn hartstikke aardig tegen me geweest, allebei ineens. Ja, zeker maar. Ja. Hey, ik heb een keuze moeten maken om één van jullie vrij te laten. Ja. Eén van jullie. En het kost het drakenei waar ik het net over had. Mijn drakenei? Ja. Nee, we doen ook mijn drakenei. Ja, het ding is, jongen, hij is eigenlijk van mij. Ik had hem als decoratie in het fort geplaatst. En toen kreeg ik het fort en toen kreeg jij het fort. Wie bedoelt mijn fort? Jongens, even niet belangrijk wie sport het is. Wie ik nu vrijgelaten, die sport is het gewoon, oké? Denk aan de diamanten, hè? Denk aan de diamanten. Het ding is, de koning bood mij diamanten. De koning bood mij diamanten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Mm-hmm. En Rick bood mij vriendschap. Ja. En lol, zei hij. En het ding is,
als ik het ook zo zie, zijn naam is rood, zijn naam is groen. Het is eigenlijk heel duidelijk wie ik hier moet kiezen natuurlijk. En ik kan het ook bijna niet maken om Rick niet te kiezen. En Koning, ik bedoel, jij bent ook nieuw hier en zo. En ik bedoel niet persoonlijk, maar ik denk dat het toch lullig is als ik jou niet zo... Dus ik denk dat ik, Rick, ik ga jou vrijlaten, ik neem jou mee. Ja, ik let's go! Om jou loser. Vrij te laten. Loser! Nee, ik wil wel een beetje vriendelijk zijn. Oké. Ja, dus je moet gewoon niet gek meer doen, hè? Je moet daar even gewoon... Hallo, even mond dicht. Hé, doe nog niet mond tegen mij, achteruit! Ik denk dat je toch geen keuze meer hebt. Rick, waarom ben je dat? Wat? Rick, hoe kom je aan nog een pistool? Hij was ingenomen. Nee, ik heb helemaal geen pistool. Rick, hoe kom jij aan nog een pistool? Ja, maar dit... Oké, maar dit pistool... Ja, maar hij is niet geladen. Oké, heb je hem weer, sorry. Ja, oké. Rick... Ik denk dat ik geen keuze meer heb nu. Jawel, we kunnen dit gewoon vergeten. Waarom doe je dat nou? Oh nee. Koning, waar ben je? Koning. Wat is er zojuist gebeurd? Ik denk dat ik jou mee moet nemen, toch? Hier heb je je borg, het is het drakenei. Mag ik de koning meenemen? Echt? Ja, je hebt weinig keus. Serieus? Ja. Ben ik vrij? Koning, je bent tijdelijk vrij, hè? Tijdelijk. Ik ben vrij! Net tijdelijk, ja. Oh. Kom mee, we gaan ervan. Ik denk dat we naar buiten frisse worden lucht. Gelaten. Waar is de frisse lucht? Hier zo. Ja. De frisse lucht? Deze kant op. Ik denk dat we deze kant op moeten. Zit Rick nou weer in zijn cel? Ja. Oh, die Rick, hij was vrij. Als hij nou gewoon even... Lekker voor hem, die stinkpiraat. Hé, we willen wel even een beetje respect tonen naar onze Rick. Sorry. Hij was vrij! Ik wilde hem meenemen! En dan heeft hij nog een pistool, omdat... En dan... Oh, Rick. Oh, wat een sukkel. Ik wil toch nog even zien. Ja, dit is... Kijk, dat is mijn grote boot daar. Loop maar even door. Ja, sorry, ik loop door. Ze zijn hier echt alles in de gaten aan het houden. Gaan we hier weer omhoog? Ja. Heb jij een trident bij, meneer de koning? Nee. Ik heb helemaal niks. Oké, ik denk dat Shardy wel misschien voor jou heeft opgekeken. Oh, sorry! Dat was niet de bedoeling! Sorry, deed het pijn? Ja, wel een beetje. Oh, en ik heb een trident. Wacht, die gooi ik wel even naar beneden. Hier zo. Nu is hij er twee. Oh. Nu heb ik ook wel meer. Kom je, koning? Je moet gewoon omhoog richten. Hoe werkt dit ding? Gewoon richten. Schieten. Ja. Kom ik hoor. Ja. Hoppakee. Oh, nog een keer. Ja, 3, 2, 1. Hoppakee. Ja, ja, goed zo. Kijk. Hé, koning, je bent tijdelijk vrij. Ik heb het drakenei moeten opofferen voor jou. Althans, ik wilde hem eigenlijk voor Rick opofferen. Dat was de hele bedoeling. Maar Rick heeft me niet zoveel keus gegeven. Die moet ik jou al meenemen. Ik wist dat hij niet te vertrouwen was. Nee, hoezo? Jij wist dat hij niet te vertrouwen was. Nou, hallo. Hij pakte eerst al een wapen. Hebben jullie trouwens niet gefouilleerd of zo in de tussentijd? Hoe kwam hij aan nog een wapen? Ja, ik weet ook niet waar hij het allemaal vandaan had. Ik zal die piraten heel lang vasthouden. Als mij was. Oh, Rick. Geef me alsjeblieft een update zodra ik iets meer kan weten over Rick. Want ik wil eigenlijk Rick meenemen, maar nu heb ik de koning mee. Ja. Je zult het even mee moeten doen. Hoe lang is de koning nu vrij? Hij heeft een weekje, denk ik. Een weekje. Oh god. Oké, dan gaan we binnen een week gaan we wat voor je regelen, koning. Weet je, nu ben je ook gewoon met me mee, dus nu ben ik ook gewoon toegewijd aan jou. Dit komt helemaal goed. Ja, dat komt helemaal goed. Ik heb vertrouwen in. Laten we lekker naar huis gaan en dan... We gaan lekker naar huis. Goed, koning, daar zijn we weer. We zijn weer veilig aangekomen in Piratenland. Ja, eindelijk. Eindelijk? Wat een tocht. Nou, ik weet dat het ver is, maar dat viel toch op zich wel mee. Hoeveel dagen reizen was het? 3 Ik denk echt 20 minuten. 10 minuten hooguit zelfs. Mijn benen zeggen 3 dagen. Oh mijn god. Koning, ga lekker je fort in. Het is jouw fort. Dat kan ik echt. Ik wou eigenlijk dat het Rick hier was. Maar weet je, het, jij bent hier nu. Je ga lekker je fort in. Voel je weer thuis of ga je vakantie? Ja, je bent wel aan vakantie toe. Ja, dat ook wel. Ja. Je hebt een week de tijd om wat te regelen. Ik weet niet waar de ridder is. Misschien kan je de ridder weer even tevoorschijn toveren. De nar misschien zelfs. De stagiair. Haal iedereen erbij. Je hebt een week de tijd om te regelen voordat je weer terug moet naar de DBE. En dan gaan ze een onderzoek starten en weet ik wat allemaal. Dus doe voorzichtig, oké? Ja, ik heb al wel wat van plan. Oh, je bent er wat. Komt helemaal goed. Ah, kijk, dat is top. Nou, ga lekker je vakantiehuis in, zou ik zeggen. Lekker vakantie houden. Ga jij lekker vakantie houden. Helemaal top. Goed, jongens. Uiteindelijk toch anders geëindigd dan ik wilde. Ik wilde eigenlijk Rick meenemen, zoals ik al zei. Maar we hadden geen keuze. We moesten wel de koning meenemen. Dus nu is Rick nog opgesloten in het fort van de DBE. Laat me alsjeblieft met een goede reactie weten wat ik nu moet doen. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Denk je, wow, hey, dit is echt geweldig. Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een leuke video. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Dan snap je gewoon alles over pindakaas of zo. Ik heb geen idee. En nu spreek je later. Glaasje water, tot de volgende keer.